Vandaag speel ik enge Roblox-verhalen tot ik niet meer kan. Wat gebeurt er? Waarom zijn alle lampen ineens uitgegaan? Je zou kunnen zeggen dat ik huisarrest heb totdat ik alle enge verhalen heb gespeeld. Oh my gosh. Gaat het mij lukken om dit te doen zonder te schreeuwen? Wacht even, hij is in het vuur gegooid. Waarschijnlijk niet. In deze video zitten er 8 geheime woorden verstopt. Kan jij ze allemaal vinden? Laat ze dan in de reacties achter. Let's go! Oh my gosh. Waarom zweven de tafels en stoelen? We zijn in een hotel. Het regent buiten. De lift is stuk. Ik ben zo moe, zegt deze speler. Laten we snel naar onze kamer gaan. Laten we dat doen. Is dit onze kamer? Nee. We zoeken naar een open deur. Misschien deze? Ook niet. Misschien moeten we de grootste deur openen. Zou dat kunnen? Oh! Wat was dat? Een spook? Jongens, voelden jullie ook wat? Zoals wat, vragen wij. Oh, nou ja, waarschijnlijk was het de airco. Ik kreeg het ineens best wel koud. Kan ook een spook zijn. Of een spook airco. Oké, we moeten naar het einde van de gang lopen. Dat is een rare stoel. We kunnen alle deuren dus proberen te openen, maar de meeste zitten op slot. Welk kamernummer is van ons? 113. Oké, dus we gaan op zoek naar 113. Oh, kijk eens. Een lamp die zweeft. Dit is 112, 111. Dus dan is waarschijnlijk... deze hier, 113. Oké. Ik weet niet of ik wel naar binnen wil. Ik heb het gevonden. En de andere speler die komt eraan. Eindelijk, kunnen we even uitrusten? Ja, zeg dat wel. Ik bedoel, wow. Onweer. Gelukkig heb ik een kaarsje bij me. Misschien heeft het iets te maken met de regen, zeggen wij. Sinds wanneer kan de regen fluisteren? Ik weet niet of ik de enige ben die dat hoorde, maar dat was eng. Oké, we hebben hier de badkamer en een spiegel. De wc is overlopen. Er staat een briefje op de muur, zeggen wij. Oh ja, je hebt gelijk. Wat staat erop? Last van spoken. Ik kan helpen. En dan staat er een soort van nummer. Oké, laten we die persoon proberen te bellen. Hij zegt dat hij onderweg is. Volgens mij staat er iemand voor de deur. Laten we open doen. Wacht, wat? Open doen is niet slim. Oké, ik ben er weer. De volgende keer doe ik niet meer open. Ik ga hier staan, bij mijn goede vriend, de overlopen wc. Er wordt weer op de deur geklopt. Oh man. Ah, ben je serieus? En nu is het wel de spookjager. Howdy, ik ben hier om jouw problemen op te lossen. Noem mij maar Gabe. Oké, Gabe. Het ziet er naar uit dat je gelijk hebt. Ik krijg een signaal dat hier heel veel spoken zijn. Oh, ik krijg geen signaal. Ik heb ook geen horloge. Dus dit hotel is... bespookt? Vraagt de speler. Precies. Kom maar met me mee. We gaan deze spoken wegjagen. Oh man, ben je serieus? Maar hoe gaan we dat nou weer doen? Ik ga jullie hulp nodig hebben. Hier heb je een aantal speciale items. Dankjewel, Gabe. Wat hebben we gekregen? Wow. Met dit item kunnen jullie de spoken verjagen. Dat is zo leuk. Ik krijg een signaal dat er één in de buurt is. Loop met mij mee. Oh man. Oké, Gabe loopt vooraan. De spookjager. Wij lopen achter hem aan. En als er dus nu een spook verschijnt, dan zijn wij er klaar voor. Wegwezen! Je bent niet welkom hier! Ik vind hem eigenlijk best wel schattig eruit zien. Ik bedoel, nee, je bent een spook! Oh, dude, oké, we moeten hem snel wegjagen. Oh, dude, het zijn er 2! Oké, als het goed is, hebben we er al 1. Oh, nee, die speler daar wordt aangevallen. Snel, dit is zo lastig. We moeten voorkomen dat deze speler afgaat. Oh, ze zitten nu allebei achter mij aan. Laat me met rust. Oh, dit is serieus best wel lastig. Oh, we hebben ze, oké. Misschien kunnen jullie een drankje halen. Oh ja, doe mij maar een drankje. Als we dit zouden drinken, dan krijgen we onze health er weer bij. Nou, smaakt ook best lekker. Oké, Gabe, wat is het plan? Wat was dat? Wat gebeurt er? Jongens, volgens mij... vloer. Oh, serieus, is iedereen oké? Nou ja, we staan er allemaal nog. En we zitten hier in een ondergrondse parkeergarage. Gelukkig stonden hier geen auto's. Ik heb geen spookverzekering. Oké, Gabe, wat is het plan? Kunnen we niet gewoon een van deze auto's stelen en wegwezen? We moeten een weg terugvinden. Ja, dat kun jij makkelijk zeggen. Jij was net op de vloer aan het huilen toen wij en je loopt weg. Oké, laten we achter Gabe aangaan. Hij weet wat hij doet. Ik krijg meer signalen binnen van spoken. Serieus? Oh my gosh, daar zijn ze. Ik wist niet dat spoken hun auto parkeerden. Wegwezen. Het zijn er ook 3 deze keer, hè? Dat is meer dan 2. Oh, snap. Oké, we moeten heel goed oppassen nu, want... Oké, onze enige medespeler is ingemaakt. Dus nu is het ik versus de spoken. En Gabe is gewoon weer op de vloer aan het huilen. En hij noemt zichzelf een spookjager. Hebben we ze? Spoken zijn eng, zegt Gabe. Waarom ben je dan spookjager geworden? Dat is alsof ik in een snackbar ga staan terwijl ik bang ben voor patat. Dat werkt niet. Oké, Gabe, wat is het volgende plan? Moeten we de lift in, is dat het? Laten we in ieder geval voor de rechter gaan, want de linker lijkt stuk. Ik krijg signalen binnen dat er spoken in de keuken zijn. In de keuken? Spokensoep? Dit hier is mijn auto. Deze hier? Dat is een mooie auto. We kunnen terug naar het hotel met de auto, of we kunnen de lift nemen.
Oh man, wij mogen kiezen. Gaan we de lift in of gaan we de auto in? De auto klinkt veiliger. Laten we voor de lift gaan. Hey, we houden het spannend. Gabe, zeg maar alsjeblieft dat jij ook de lift in komt. Oh man, hopelijk was dit. Oh, dit was een slimme keuze. De auto is namelijk opgegeten door een spook. Mijn auto, die was niet goedkoop. Gabe, wees blij dat wij er niet in zaten. Wij zijn niet goedkoop. Oh, lift is open. Waar moesten we ook alweer heen? De keuken? Oh ja, ik ben vergeten één ding te zeggen. Oké, vertel. Hoger dan dit gaat de lift niet. Vanaf hier moeten we de trap nemen. Oh, we moeten de trap nemen in een bespookt hotel. Dat is vreselijk, Gabe. Oké, de trap. Oh, dat meen je niet. Volgens mij wordt dit een soort van obby. Oh, man. Ik zie nu al dat de trappen aan het bewegen zijn. Oh, snap. Ben je serieus? Hoe gaan we dit nou weer doen? Oké, weet je, we gaan het gewoon proberen. We gaan hier staan. Dan gaan we hier een stukje naar boven. Oké, ik begin al te merken hoe dit in elkaar zit. Naar boven. Oh! Oké, wacht even. 3, 2, 1. En naar voren. Hier naar boven toe. Oké, wacht. Hoe gaat dit? Voorzichtig. Ja, oké, geen probleem. En hier langsheen. Geen probleem. Hier zitten allemaal gaten in de trap. Geen probleem. Ik blijf gewoon zeggen geen probleem, terwijl het overduidelijk een probleem is. Oké, rustig, voorzichtig. Oké. Nou, deze die gaat omhoog. 3, 2, 1. Oep. Oké, cool. Ik hou er niet van als trappen bewegen. Oké, volgens mij zijn we er bijna. Dit gaat de goede kant op. Loop hier overheen, hier naartoe. Oef. Volgens mij hebben we het gehaald. Oké, open met die deur. Restaurant. Oh ja, dat is waar we naartoe gingen. Goed gedaan, iedereen. Iedereen. Ik ben in mijn eentje, Gabe. Oké, we gaan het restaurant in. Ik ben er klaar voor. Ben je serieus? Dat zijn gewoon allemaal mensen. Maar dat is niet eng. Welkom in mijn restaurant. Kom alsjeblieft binnen. Oh, ik zie daar een spook eten. Ben je serieus? Hey, dat is ons eten. Stel voor je bent aan het eten en er is ineens een spook van... Hey, ik wil eigenlijk ook wel. Oké, dus dit is een grote spook en die moeten wij verjagen. De paniek slaat toe. Iedereen heeft het grote spook gezien. En het restaurant is leeg. Jullie zijn vergeten te betalen. Oké, ik ben er klaar voor. Eigenlijk niet, maar toch. Wees voorzichtig. Deze spoken kunnen exploderen. Oh, dat zeg je me nu? Oké, daar gaan we. Oh, dude. Hij zit letterlijk op mijn hielen. Come on. En er komt een soort van slime uit. Snel, we moeten naar de keuken. Ben je echt serieus? Is dat een koningsspook? Ik wil ook een kroon. Wat is al dat spul? Vragen wij aan Gabe. De spoken laten een soort van slimebarricade achter. Dat is slim. Dus dan kunnen wij er niet doorheen? Probeer het stuk te maken met je wapen. Oké, het ziet er naar uit dat dat wel kan, maar dat het gewoon niet makkelijk is. En daarom heb ik dit gehaald. De Alien Blaster. Deze die is een heel stuk beter. Oké, come on. Nog een klein stukje en let's go. Oh, snap. Hey, dat is mijn spaghetti. Spaghetti pasta. Yum yum. Lekker. Yum yum. Dat is letterlijk wat het spook zegt. Alsjeblieft, help ons. Dat ding blijft alles opeten wat we maken. Stop dan gewoon met dingen maken. Oké, kunnen we hem verslaan? Oh, nee. Super. Hongerig, geef mij eten. Oh man, wat doet hij nou? Hij pakt alle... Hey, dat vind ik een beetje jammer van de stoelen. Oké, we zijn officieel begonnen met de battle. Oh man, deze dude is zo sterk. Hij gooit met stoelen terwijl hij stilstaat. Oké, wacht, kunnen we hem verslaan? Ja, we kunnen het... Oh, we kunnen het proberen, daar gaan we. Hou er dus rekening mee dat je dit normaal gesproken speelt met heel veel spelers. Er zijn niet heel veel spelers. Hij ziet er wel heel zacht uit. Eigenlijk wil ik hem een knuffel geven. Job, hij wil je opeten. Oké, je hebt gelijk. Hij probeert zichzelf te beschermen met stoelen. 5... 4, 3, 2, 1. Volgens mij hebben we hem. Gabe, we hebben het volgens mij gedaan. We hebben het hotel van de spoken gered. Vandaag blijven we hier logeren. Dit is een prachtig huis. En we zijn samen met één andere speler. Laten we aankloppen. Oh, jullie hebben het gehaald, zegt David. Ja, maar het heeft wel even geduurd, zegt deze speler. Sorry, mijn huis is best wel ver van de grote stad. Ah, geen probleem, het is lekker rustig hier. In ieder geval, laten we naar binnen gaan. Wow. We mogen hier een beetje rondkijken. En wat is dit voor ding hier? Het is een feestje. Oh man, dit huis is zo gaaf. Wat gebeurt er? Waarom zijn alle lampen ineens uitgegaan? En wat is er gebeurd met de muziek? Nou, dat heeft de sfeer verpest. Zeg dat wel, David. Ik denk dat er kortsluiting is. Oh, dat is balen. Ik ga de generator resetten. Oké. Doei. Waar is de andere speler? Oh. Wacht eens even. Wie staat daar buiten? David, misschien kan je beter niet naar buiten gaan als je daar moet zijn, want... Oh, wacht even. Oké, laten we weggaan. Kom, inderdaad. Laten we samen ergens verstoppen. Oh, je gaat die kant op? Dan ga ik met je mee. Oh, dude, dit is zo creepy. Oh, dude, volgens mij is het monster binnen. Ik verstop me hier achter de wasbak. En dat is niet de beste plek. Oh, dude, het monster zit letterlijk op mijn hielen. Oh, dude. Ik blijf hier lekker op de kast staan. Oh, man, ik zie letterlijk het monster achter deze speler aanrennen. Maar volgens mij staan we hier veilig. Maar dat is zo raar. David ging weg en een seconde daarna zagen we dat monster buiten staan. Heeft David dat dan niet gezien? Oh, nee.
De speler is afgegaan. En dat was de enige speler naast ons. Dus nu zijn we helemaal alleen op dit logeerpartijtje. Tenminste, David is er nog, als het hem is gelukt om de elektriciteit te resetten. En dat is hem gelukt. David, luister. David, waar ben je? Oh, daar is hij. Wow, dat duurde even. Ja, zeg dat wel. Het is weer dag. Je hebt ons heel de nacht alleen gelaten met een monster. David zegt. Ach ja, zal wel. David, ik ben serieus. Ik weet dat het ongeloofwaardig klinkt, maar het is zo. Jullie hebben vast niet genoeg geslapen vannacht. Nee, want er was een monster. Er wordt op de deur geklopt. Oh, zegt David. Wie zou dat kunnen zijn? En er wordt aangebeld. Moet de pizza zijn die ik eerder heb besteld. En dat komen ze dan in de ochtend brengen? Oké, we hebben inderdaad wel een pizza gekregen. En het is koud. Dit zijn normaal van die verhalen die je met meerdere spelers speelt. Maar wij zijn dus helemaal alleen. En ik ga alvast een goede plek zoeken om het te verstoppen. Voor als dat rare monster zometeen terugkomt. Misschien hier onder de douche? Dan kunnen we ons wassen terwijl we rennen voor ons leven. Dit is mijn slaapkamer, zegt David. Leg je slaapzak maar ergens neer. Oh. Alweer, zegt David. Oh, de stroom is weer uitgevallen. Ik ga het wel fixen. Nee, David, wacht. Gisteren toen je wegging was er een monster en... Hij is al weg. Ik praat weer tegen mezelf. Oh, het is al even later. We hebben maar even een kaarsje aangezet, want het duurt weer eeuwen voordat David terugkomt. Kunnen we misschien... Ik wou zeggen uit het raam kijken, maar misschien kunnen we toch beter in de slaapkamer blijven of niet. Maar er staat dat wij een backup generator hebben gevonden, dus een tweede generator, in een van de andere kamers. En omdat dit weer veel te lang duurt, kunnen wij die misschien beter aanzetten. Maar volgens mij is dit hier de tweede generator. Gelukkig. Oké, dus we hebben het licht weer kunnen aanzetten. Maar waarom is David dan zo lang weg? Als het zo makkelijk is, waarom doet hij er dan heel de nacht over? En de pizza is op. Dat is misschien nog wel het ergste. Wow. Wow. Oh. Wat? Wat is dat op de tv? Misschien een signaal wat ons vertelt om weg te moeten. Enge tv. We moeten hier snel weg, zeggen we. Wacht, is deze deur open? Ik hoop het. Ah, die is op slot. Oké, we zijn ontsnapt via het raam. Laten we snel naar huis gaan. De schoolbus staat nog open. Nee, wacht. Oh, man. We stonden voor de bus, maar alsnog is die vertrokken zonder ons. Hoe komen we hier nou weer weg? Ik hoop dat dat ketchup is. De kelder lijkt onze enige optie nu. Want deze deur zit op slot. Ja. Ik denk dat we de kelder in moeten. Oh man, het is zo donker hier beneden. Ik bedoel, er zijn een aantal kaarsjes, maar niet voldoende om alles te verlichten. Wat is dat voor geluid? Oh nee, de grot is ingestort op de kelder. We kunnen hier dus nu niet meer uit. Oké, dan is er maar één plan en dat is doorgaan op zoek naar David. Hallo spinnenweb, hallo kaars. Ja wat, ik moet toch wat vrienden maken hier? Oh nee, deze deur is ook helemaal gebarricadeerd. Misschien kunnen we die planken ergens mee breken. Dus we moeten in deze kamer zoeken naar gereedschap. Wacht eens even, volgens mij zie ik hier iets liggen. Oké, laten we het proberen. Let's go. Maar wat is dit voor kamer? Oh nee, dit ziet eruit als een parcours. Ik heb geen zin in een parcours. Maar het is wel onze enige manier om bij David te komen. Oké, we hebben maar 30 seconden de tijd. Dat is niet zo heel lang. Maar ik denk wel lang genoeg om aan het einde te zijn. Come on, doe het nog een klein stukje. Springen alsof je leven ervan afhangt. Wacht, mijn leven hangt ervan af. Oké, het wordt serieus. Spring. Doe, dit is een stukje langer dan ik dacht. Ik dacht echt 5 sprongetjes en we zijn er. Maar we zijn er. Oké, we hebben hier nog één deur. Maar waarom hadden we eigenlijk maar 30 seconden? Wat gebeurt er daarna dan? Antwoord op mijn vraag, dankjewel. Oeh, dat ging maar net goed, zeggen wij. Maar wat zit er dan achter deze deur? Wat doen we nu? Ja, er is één deur. Die kant kunnen we niet op, dus wat denk je? Misschien kunnen we het gereedschap gebruiken wat we eerder hebben gepakt. Ja, laten we dat proberen. Wacht eens even. Dat is... David! David, we hebben je gevonden! Luister, er is een monster. Je moet oppassen. Kom hier. David? Waarom sta je zo raar? Oh, wacht eens even. Het monster staat bij David en neemt hem mee. Het monster gebruikte David als lokaas om ons hier te krijgen. We moeten snel achter hem aan. Oef, eindelijk. We zijn door een lange donkere gang gegaan en nu komen we hier bij deze soort van deur. Oké, we pakken ons gereedschap en breken de deur open. Ik weet niet of ik wel naar binnen wil. Oké, we moeten door dit doolhof lopen om bij David terecht te komen. Al moet ik zeggen, ik vind het wel... een beetje raar. De eerste keer dat David wegging om de elektriciteit weer aan te zetten, zagen we het monster. De tweede keer dat David wegging om de elektriciteit weer aan te zetten, zagen we het monster. En op dit moment zitten we achter hem aan. En toen we hem net zagen, zagen we het monster. Ik wil geen conclusie trekken die onwaar is, maar zou David iets te maken hebben met het monster? Ik weet het niet. Weet je, laten we maar gewoon dit doolhof uitlopen en een broodje eten. Als we dan nog leven. Oh man. Oké, weet je, ik heb geleerd om in doolhoven altijd rechts aan te houden, omdat je dan schijnbaar uiteindelijk het einde vindt. Maar tot nu toe lijkt daar weinig van te kloppen. Wacht eens even. Dat is een megadeur. Er moet iets achter zitten, toch? Het is David. David, luister, waarom sta je daar? Kom mee, we moeten gaan. Waar is het monster? Is die achter je? In de duisternis? Monster? Zegt David. Ja, dat wezen wat jou hier heeft gebracht. Welk monster? David, hoe ben je hier anders gekomen? Hij nam je net ook weer mee. Oh. Oh. Oh.
Wat? Ik wist niet dat je dat had gezien. David, jij bent het monster? Je mag wel wat aardiger tegen het monster zijn. Maar misschien heb je gelijk. Misschien ben ik een monster. Oh, nee. Oh, wacht, wat? No way. Het monster heeft zich veranderd in ons. Maar we hebben het gehaald. Wow, waar zijn we? Dat is een mega huis. Dit is Tom en hij zegt... We zijn op vakantie. Ah, dit is een 5-sterren hotel. Nou Tom, dat heb je goed geregeld. Ik ga graag mee. Oké, dus we zijn op vakantie in dit 5-sterren hotel. Maar wat maakt dit verhaal dan spannend? Ik vind het eigenlijk best wel leuk. Oké, we lopen naar de balie. Ik denk om in te checken. Oh man. Wat is er gebeurd met onze kamer? Overal ligt troep. En het enige wat nog goed staat is de teddybeer op bed. Dat is raar. Ik bedoel, waarom zou het overal zo slordig zijn? En dan behalve de teddybeer. Oh, snap. Iets klopt er niet volgens mij. Ik weet het niet. Meneer de teddybeer, heb jij hier... Oh, waarom neem je de teddybeer mee? Hij heeft de teddybeer in de prullenbak gegooid. Terwijl ik net wou vragen of hij er iets mee te maken had. Dat is een teddybeer. Natuurlijk heeft hij er niets mee te maken. Oké, we moeten 10 handdoeken vinden. Volgens mij heb ik de eerste al gevonden. Ja, hier zo. Oh man. Stel voor je gaat op vakantie. En dit is wat je aantreft. Tweede handdoek. In de kamer. Oké, we moeten de roomservice bellen. Die dit voor ons gaan schoonmaken. Maar ik heb een beetje medelijden met die teddybeer. De prullenbak is geen leuke plek. Oh man. Het is tijd om van een glijbaan te gaan. We kunnen gaan voor de blauwe of de groene. Ik ga voor de groene. Let's go! Hey. Dude, serieus? Oké, dan ga ik wel voor de blauwe. Let's go! Oh, dit is zo gaaf. En nu zitten we onder water. Ons reisje begon een beetje slordig. Met een niet zo nette hotelkamer. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben inmiddels vele malen blijer. Let's go! Plons. Ik ben op zoek naar een zeemeermin. Heeft iemand een zeemeermin gezien? Ik ben geen zeemeermin. Oh man, dit is een top verhaal. Meestal zijn die Roblox verhalen best wel spannend. Deze niet. Wie is er klaar voor een wedstrijd? Ik. Wie als eerste bovenop de berg is? De verliezer moet naar huis. Oh nee. En hij staat er al. Ik bedoel, wedstrijdjes zijn leuk. Maar als je weet dat als je verliest, je niet meer mee mag op vakantie, dan is dat best wel pijnlijk. Oké, daar gaan we. Oh man, we moeten zo snel mogelijk boven zijn. Oké, ik hoef niet per se de eerste te zijn, zolang ik maar niet de laatste ben. Oh, dude. Oké, we lopen volgens mij wel vooraan. Of tenminste, ja, oké, we zijn als eerste, denk ik. Is er dan iemand nog beneden? Er is lava? Oh man, er zijn maar 2 winnaars. Ik en deze floppa. Oké, we gaan terug naar onze kamer. En volgens mij heeft de roomservice die inmiddels opgeruimd. Oké, let's do this. Ik heb er zin in. Wow. Waarom zit de teddybeer voor de tv? En wat gebeurt er met de tv? Oh nee. Misschien was het toch niet zo'n slim idee om de teddybeer in de prullenbak te gooien. Wat gebeurt er? Doe de tv uit, zegt een van de spelers. Ik vind het eng. Oké, ja, doe de tv uit. Goed plan. Snel, snel, snel. Hier, de afstandsbediening. Druk op de afstandsbediening. Oké, ik heb de tv uitgezet. Maar hoe is deze teddybeer vanuit de prullenbak op deze stoel terechtgekomen? Ah, de roomservice. Waarschijnlijk dachten ze dat de teddybeer verloren was of zo. Gelukkig. Maar toch vind ik het een beetje raar. Nou ja, in ieder geval... Oh, wat is dat? Wat gebeurt er met de tv? Ik zie een gezicht op de tv. Jongens... Dit is niet hoe ik mij de vakantie voorstelde. Kan iemand dit weghalen? Ik kan de tv niet meer uitzetten, zegt Tom. Hoezo je kan de tv niet uitzetten? Oh, snap. Oké, het is gelukt. Maar ik moest wel 2 keer zo vaak klikken als net. Deze speler zegt dat hij even een frisse neus wil halen en gaat er vandoor. Oké, maar nu zijn we nog maar met een paar mensen in deze kamer. Kan ik niet gewoon gaan slapen en doen alsof dit een nachtmerrie was? Oké, we zitten aan het kampvuur. En Tom zegt... Ik heb een raar gevoel. Een raar gevoel? Hoezo dan? Ik ben een beetje bang, zegt hij. Waarvoor? Al moet ik zeggen, ik snap het wel. Eerst is heel onze kamer super slordig. En dan ineens die teddybeer. Wat was dat? Wacht even. Wat viel daar ineens naar beneden? Het leek wel... op de teddybeer. Wacht even, hij is in het vuur gegooid. Oh! Oké, het is tijd om te rennen. Het is tijd voor een wedstrijdje wie de snelste voeten heeft. Oh man. Oké, wacht even. Dus die teddybeer was eigenlijk alleen een afleiding voor wat er echt speelt. En dat is een grotere teddybeer. Een bozere teddybeer. Hij ruikt naar honing, tenminste, hoop ik. Oh man, hij zit in ieder geval niet achter mij aan. Oh, tenminste, dat had ik misschien niet te snel moeten zeggen. Oh, dude, dat is letterlijk poe. En nu snap ik waarom het verhaal poe heet. Oké, we moeten snel terug naar de kamer. Dat lijkt me een goed plan. Oké, de kamer ziet er in ieder geval netjes uit. Oh man, we hebben de teddybeer uit het vuur gehaald en hij ziet er wat anders uit. Oh nee, er wordt heel hard op de deur geklopt. Oh, wat moeten we doen? Verstoppen? We moeten snel de badkamer in. Oké, ik ben er al. Kan ik gelijk eventjes douchen? Misschien is dit niet het juiste moment om te douchen, Job. Oh nee, we moeten de kast in. Welke kast? Oh, deze kast hier. Oké, perfect. Oké, en we kunnen zometeen misschien via de ventilatie ontsnappen. Licht is uitgegaan. Oké, we kijken door de gleufjes en... Tom loopt daar nog. Tom, schiet nou op. Straks is die beer sneller. Wat gaat Tom nou weer doen? Oh, hij kan daar beter nu blijven staan in zijn eentje. Oh, snap. Oh, snap. We moeten stil zijn.
Maar ik praat. Want ik ben bang. Poe is niet aardig. Hij ruikt wel naar honing. Ik hou van honing. Oh, man. Oh nee, hij gaat naar Tom toe. Nee. Tom is onze reisgids. Die hebben we nodig. Nee, alsjeblieft niet. Zegt Tom. Luister, Poe. Doe het niet, oké? Nee. Oh, man. Oké, Floppa. Wij staan er alleen voor. Oké, volgens mij moeten we echt via die ventilatie weggaan nu. Kom op nou. Oké. Oh my gosh. We zitten in de kamer van Poe. Een soort van geheim kantoor. En er staat overal op de muur honing geschreven. Ik moet zeggen, honing is wel lekker. Maar niet als er een beer achter je aan zit met scherpe tanden. En waarom staat er een kruis op de vloer? Wacht even, volgens mijn piratenzintuigen betekent dat dat hier een schat ligt. Oh man, waarom zie ik rook? Oh, dat is die teddybeer weer. Jongens, misschien moeten we iets anders gaan doen, zoals... Ik weet niet. Oh, ik voel me niet zo goed, zeg ik in dit spel. Er gaat toch niks met mij gebeuren? Ik ga toch niet in die beer veranderen of zo? Wat gebeurt er? Ik val in slaap. Dit is niet het juiste moment om te slapen, spel. Oh, straks word ik ineens wakker als iemand anders. Ik heb hier een slecht gevoel bij. Oh, snap, waar zijn we? En waarom is hier een andere speler die er helemaal uitziet alsof die hier al langer is dan een paar minuten? Ik kan ook bijna niks zien. Wacht, zegt de andere speler. Wie ben jij? Ja, ik wil ook wel weten wie deze gast is. Ik ben de eigenaar van de teddybeer. Jij bent degene van wie de teddybeer was? Alleen iemand heeft mijn teddybeer gestolen. En nu is die vervloekt. Ja, dat klopt inderdaad. Want de kamer was een rotzooi. De teddybeer was er. Er was een probleem. De teddybeer was er. Het komt allemaal door de teddybeer. Oké, dus om dit te stoppen, zegt hij, moeten we de teddybeer verwoesten. Het is begonnen met de teddybeer en het eindigt met de teddybeer. Dus die teddybeer die op het bed zat in het begin van de video, dat is de oorzaak van dit alles. Oké, maar wat moeten we hier doen? Want het ziet er niet naar uit dat hier een... De deur is dicht. Oh, hij staat daar. Oh man, ga weg van mijn honing, zegt Poe. Oh nee toch. Oh, hij houdt de deur tegen, maar dat gaat waarschijnlijk niet voor lang kunnen. Oh snap, we moeten waarschijnlijk heel snel dit parcours halen, anders hebben we een probleem. Maar ik wil hem eigenlijk niet alleen laten hier. Oké, we hebben niet veel tijd. Snel. Oh dude, wat moeten we doen? Hier doorheen. Oh snap, hier overheen. Dit is allemaal lava honing en lava honing is niet goed, want het is heet. Oké, we hebben het gehaald. Maar wacht. Waar is die andere speler? Ga maar nou niet vertellen dat we echt de laatste zijn in dit spel. Oh nee. De battle is begonnen. Poe versus mij. Ik ben de enige speler die over is. Ik ben de enige die hier een stokje voor kan steken. Een honingstokje. Jij zal mij niet verslaan. Oh nee. Wie zegt dat? Oké, ik denk dat hij dat zegt. Oh, dude, wat moeten we doen? Hij is zo groot en geel. Wat ik eigenlijk best wel leuk vind. Geel is een mooie kleur, maar toch. Oké, kom op. Er is iets wat we moeten kunnen doen. Oh, wacht. Ik heb een knuppel bij me. Oké, snel. Kom hier, jij. Kom hier. Oké, dus ik begin het al een beetje te begrijpen. Hij valt ons aan en zodra hij dat niet doet, moeten wij hem aanvallen. Ik kan een regenboogzwaard kopen. Ja, die moet ik hebben. Waarschijnlijk heb ik daar nu niks aan. Of jawel, ik heb hem. Oh, die is veel sterker. Kom hier, jij. Ik heb een regenboogzwaard en dat heb jij lekker niet. Oh, het boeit hem niet dat hij geen regenboogzwaard heeft. Hij heeft scherpe tanden en een rode trui. Ik dacht dat dit een leuke vakantie zou worden. Ik bedoel, ja, ik ben van de glijbaan afgegaan. Maar daarna ben ik bijna opgegeten door een teddybeer. Come on. No way. Maar dit is de teddybeer. Wat moeten we daar nu mee doen? Ga me nou niet zeggen dat ik de keuze moet maken. We gaan de teddybeer aan de politie geven. De politie zegt, dus jullie vertellen me dat deze teddybeer vervloekt is. Oh nee, die gaat ons natuurlijk niet geloven. Wat een onzin. Wat ga je er nu mee doen dan? Oké, ze hebben hem wel achter slot en grendel gezet. Dat is goed. De teddybeer zit gevangen. Oh nee. En hij is verdwenen. We hadden de teddybeer moeten weggooien. Oh, we gaan op vakantie. Oh man, dit vliegtuig is groot. Ik wil sowieso bij het raam zitten. Hallo dames en heren, dit is jullie kapitein. We gaan nu vertrekken. Oh, ik heb mijn eigen stoel. En dat betekent dat we vertrekken. Ik moet zeggen, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ik heb nog geen idee waar we naartoe gaan. We vliegen nu hoog in de lucht. Ah, we mogen nu een stukje lopen. Het is donker buiten. Waarschijnlijk zitten we al uren in het vliegtuig. Een mooi moment om een beetje te verkennen. Hier kun je alle koffers neerleggen. Hier zit nog iemand te chillen. Wat gebeurt er? Waarom gaan de lichten uit? Kapitein? Er is denk ik een stroomstoring. Dames en heren, het ziet er naar uit dat we een stroomstoring hebben. Gelukkig. Ik bedoel, je weet nooit wat je kan verwachten van die Roblox-verhalen. Maar een stroomstoring is niet vreselijk. Blijf alsjeblieft rustig terwijl wij het proberen op te lossen. Dat is goed, kapitein. Ik vertrouw op jou. Wat moet ik anders? Oh nee, wat is dat? Zegt een van de passagiers. Wat is wat? Wacht even, zag ik nou iemand op de vleugel van het vliegtuig staan? Oh nee, we gaan eraan. Nee, blijf rustig. Zometeen gaan we er pas aan. Oh my gosh, ben je serieus? Oh, ik wil niet meer. Ik wil weg. Ik had beter voor een boot kunnen kiezen. Oké, wacht even. Dus als ik het goed begrijp... Als ik het goed begrijp, hebben we een probleem. Weet je? Oh, daar is het monster. Oh, dude. Waar is die nou? In mijn gezicht is die. Oh man, oké. Oh, we zijn niet alleen op dit vliegtuig. We zijn overduidelijk niet alleen op dit vliegtuig. Oké, er zijn al een aantal spelers verdwenen. Die zijn op een ander soort vakantie. Terwijl wij hier nog rondlopen.
Oké. Ik wil niet kijken als het eng wordt, weet je. We zijn nog ineens geland en er is nu al een monster wat ons probeert. Oh! Het was een nachtmerrie. Het was geen nachtmerrie. Perfect. We hebben het probleem opgelost. Het probleem opgelost. Meneer de kapitein, er was net een monster die mijn neus wou eten. En ik heb mijn neus nog nodig om dingen te ruiken. We gaan nu wat pizza serveren. Ah, pizza. Ik ben het monster alweer vergeten. Oké, dus wacht even. Moeten we nu op onze plek gaan zitten? Pizza. Oh. Ze loopt letterlijk door me heen. Ik bedoel, hoe kan de kapitein dat nou niet gemerkt hebben? Iedereen rende alle kanten op. Er zijn passagiers verdwenen. We willen jullie vragen om terug te gaan naar jullie stoel. Oh my gosh, dude. De mensen die trouwens niet op hun stoel zitten, die kunnen afgaan. De motor staat in de brand. Wat? Er is wel een verschil tussen turbulentie en een motor die in de brand staat. Oh nee, zegt de co-piloot. We moeten landen in de zee. Dat rijmt. Oh nee, we moeten landen in de zee. Daar is over nagedacht. Oké, okay. Oh, wat is dit? We moeten ons zwemvest pakken. Ik heb mijn zwemvest aan. Oh, we gaan er allemaal aan. Nee. Oké, misschien een beetje, maar blijf nou positief. Oh, dat meen je niet. Oh, dat meen je niet. Oh my gosh, zeggen wij in het spel. Ja, zeg dat wel. Waarom kijkt het meisje zo blij? Ik heb nog nooit iemand zo blij zien kijken na deze omstandigheden. Het ziet er naar uit dat de piloot het niet heeft gehaald. Oh nee. En dat betekent dat de pizza het ook niet heeft gehaald. Oké, dus als ik het goed begrijp, we zijn nu geland, of eigenlijk gecrashed, in de zee. Alleen ik zie daar verderop wel een eiland, denk ik. We moeten alleen wel oppassen dat we niet ineens een haai tegenkomen of zo. Ben je echt serieus? Waar? Iemand zegt haai. Letterlijk net toen ik het zei. Dat rijmt weer. Waar is die haai dan? Jongens, ik heb mijn haaienlenzen niet in. Ik kan ze niet zien. Oh, oh, wacht even. Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Hey, hallo. Oh, oh, dude. Oh, daar is de haai. Daar is de haai. Ik zou hem graag hallo willen zeggen, maar ik zeg hem liever hi. Ja, nee, oké, sorry. Ik weet dat dat irritant is, maar ik ben bang, oké. Als ik alleen maar bange dingen ga zeggen, word ik nog bangerder. Oh, dude, die haai is snel. Er staat ook echt haai boven zijn hoofd. Voor het geval dat je dacht dat het een aapje was. Het is een haai. Oké, we zijn er. Oké, we gaan gelijk naar het hoogste gedeelte. Woef, we hebben het gehaald, zegt een van de andere passagiers. Er moet ergens eten in dit bos zijn. We moeten iets te eten vinden in het bos. Een appel misschien? Een pizza? Nee, het zal wel chill zijn als er pizza bomen bestaan. Jongens, ik heb een kooi gevonden aan een van de bomen. Is dat een goed teken? Ik denk het niet. Tenzij ze de appels in een kooi willen stoppen, omdat de appels anders wegrollen. Ik heb wat appels gevonden voor ons. Oh, dat is chill. Dankjewel, we hebben onze appel gekregen. Ik weet niet waarom, maar ik wil hem eigenlijk niet eten. Vaak in dit soort Roblox-verhalen, als je dan zomaar iets eet, dan is het giftig of zo. Dus ik wacht even tot de andere spelers het doen. En als die neervallen, dan eet ik het niet. Sorry, maar dat is het. Hoe zit het met dat monster wat we eerder zagen? Oké, niemand heeft het over de appel, dus ik vertrouw het wel. Nam, 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 nam. Wat als het monster hier is? Met ons? Ach, doe nou niet zo raar. Ook al heb je waarschijnlijk gelijk. Oh nee, het begint te regenen. Oké, ik ga snel hier staan. Jongens, kom maar. Goed zo. Veel te blij persoon. Oké, er is nog maar één speler naast mij over. En omdat we op dezelfde plek staan, lijkt het alsof ik haar heb. Dat is dus niet het geval. Maar de grot dreigt in te storten. Dus wij moeten proberen om hieruit te ontsnappen. En als ik voor me kijk, dan zie ik een zeker parcours. Dus laten we daar maar gelijk aan beginnen. Oh man, er is nu nog maar één speler naast ons over. En we hebben het monster eigenlijk nog ineens gezien op dit eiland. Ik bedoel, laten we er maar wel gewoon even van uitgaan dat hij er is. Het is een spannend verhaal. En dat zou toch echt betekenen dat we met twee spelers maar een kleine kans hebben. Nee, weet je? We blijven positief. Sinaasappels. Oké, daar gaan we. Volgens mij heb ik het gehaald of niet. Die andere speler moet het wel halen. Ja, goed zo. Kom op. Als zij het namelijk niet haalt, ben ik letterlijk de enige. En goed zo. Nice. Oh, nee. De boel stort in. Hoe komen we hier doorheen? Oh. Oké, logica. Laten we maar gelijk weer naar het hoogste gedeelte gaan. Oh man, het is nacht. Ik heb het gevoel dat we bekeken worden, zegt de andere passagier. Oh, zeg dat nou niet. Oh my gosh, het monster is terug. Snel, ren naar de grot. Ik ga al. Oeh. Oh my gosh, kom nou. Oké. Waar moeten we heen? Oh man, nee. Andere kant op. Hier naartoe. Ja, hier naartoe. Oeh, we hebben het gehaald, zegt de andere passagier. Oh nee, we vragen letterlijk waar de andere speler is. Ik denk dat het monster haar heeft meegenomen. Nu ben ik letterlijk alleen. Oké, we moeten heel snel de andere speler vinden. Maar wacht, er was een kooi toch die ik aantrof ergens? Oh man, je moet je dus voorstellen. Als wij nu die andere speler niet vinden, dan kan zij letterlijk niet meer meespelen. Maar we hebben er! Ja, we hebben er gevonden. Oké, ja, ik ben er. Rustig, ik ben er. Oké, ik haal je eruit. We moeten iets vinden om de kooi mee te breken. Ja, maar wat? We moeten iets vinden wat uit het vliegtuig is gekomen. Want die is natuurlijk neergestort, dus er ligt waarschijnlijk wel iets wat we kunnen gebruiken. Misschien kunnen we hierin kijken. Ja, ik heb het gevonden. Oké, dus kan ik er nu hieruit krijgen? Het is gelukt. We hebben er letterlijk helpen ontsnappen. Maar dat betekent nog niet dat we van het monster af zijn. Rondjes rennen.
Is dat je beste plan? Nou, ik doe met je mee. Misschien kunnen we beter weer naar die berg toe. Ik voel me niet zo goed, zeggen wij in het spel. De appels waren bedorven. Oh, ik zei het al, hè. Oh, waarom heb ik het nou gegeten? Kijk, zij heeft de appel nog. Zij is slim geweest om hem niet te eten. Oké, jongens, we moeten een vuur maken. Het wordt donker en koud. Oké, ik heb het eerste stuk hout. Het tweede stuk ligt volgens mij richting de bovenkant van de berg. Oh, wacht. We hebben hier nog een stuk hout gevonden. Dat is al 2. Volgens mij zie ik daar achter de derde al liggen. 3, 2, 1, kablam. Dus als het goed is, hebben we nu eindelijk een vuur. Huh? Zeggen wij? Wat is er? Wat gebeurt er met het vuur? Oh, ik schrok. Oh, het monster komt uit het vuur. Het monster komt uit het vuur. Oké, we gaan er snel vandoor. Het vuur verspreidt zich over het eiland. Nee. Oké, nu moeten we extra goed uitkijken. Oh nee, we moeten rennen. Waar moeten we heen? Wegrennen van de bomen staat er. Dat doe ik maar. Oh, het hele eiland is nu geruïneerd. Oh, snap. Kunnen we misschien weer naar dat vleugelding van het vliegtuig? Misschien kunnen we wegdrijven van dit eiland. En dan is het monster niet welkom. Oh, de andere speler is af. Ik ben letterlijk de enige. Dit vuur loopt uit de hand, zeggen wij. Wacht eens even, ik zie daar een helikopter. Volgens mij kunnen die ons redden. Hallo, hier. Ik ben hier. Oh, hebben ze ons gezien? Dat moet toch wel. Volgens mij hebben we het overleefd. Laten we niet te snel zijn met juichen. Straks komt het monster ineens terug. De helikopter kan hier niet landen. Oh, dat is waar ook. Door al het vuur natuurlijk. Oh, wacht. Er is een touw. Dit kan nog wel eens heel lastig aan zijn. Mag ik hier dan wel gewoon tussendoor zo? Volgens mij wel, hè. Ik ben zo bang dat ik nu afga op het laatste moment. Oké, het ziet er naar uit dat ik een vrij pad heb gevonden. Oh man, dit is zo goed om te zien. Oké, nu moet ik extreem voorzichtig zijn. 3, 2, 1. No way. We hebben het gehaald. We hebben het in ons eentje. Wat wel een beetje treurig is. Maar we hebben het gehaald. Dat is onze babysitter. Ik ben Riley, jullie nieuwe babysitter. En dit ziet er zo gezellig uit. Kijk deze regenboogtrap. Ik ga gelijk een beetje verkennen. Wow, wat een gave slaapkamer. Vind 10 teddyberen die verstopt zijn in het huis. Oh, Riley heeft gelijk een soort van speurtocht. Oeh, volgens mij ligt er daar 1. En hier hebben wij er 1. We hebben er 5 van de 10. Goed gedaan allemaal. En er is een speelkamer. Dit is het beste huis ooit. Jullie moeten eerst eten. Daarna is het speelkamer. Tijd. Wat willen jullie eten? Burger of pizza? Doe mij maar een pizza. Oh man, er is pizza. Ik pak snel een stukje. Ik dacht dat dit verhaal spannend zou zijn. Maar pizza is niet spannend. Dit spel heet De Vloer is Lava. Oh, dat ken ik. Nou ja, de vloer is natuurlijk niet echt van lava, maar we doen alsof, omdat het dan leuker is om... Wow, wacht, dit is echt lava? Oh, we moeten snel zijn. We hebben nog maar een paar seconden. 3, 2, 1. Snel. Oh nee, iemand is afgegaan. Oké, we hebben nu nog maar een paar seconden om het te halen. En we staan allemaal op dezelfde. Goed gedaan, jongens. Dankjewel. Maar wat gaan we nu doen? Kunnen we nog een keer spelen? Vraagt dit meisje. Misschien morgen. Het wordt al laat. Ik ben ook een beetje moe geworden. Mogen we ons eigen bed uitkiezen? Want dan wil ik boven liggen. Nou ja, deze ziet er ook comfortabel uit. Slaap lekker, jongens. Slaap lekker, Riley. Oh. Wow, wat was dat? Zullen we een kijkje nemen? Was Riley dat? Vragen wij in het spel. Ja, dat zou kunnen. Riley is wat ouder. Misschien is die nog wakker. Dat is geen Riley. Het ziet er naar uit dat jullie met mij meegaan. Jongens, ren! Dat lijkt mij inderdaad wel het beste idee. Oh, hij zit achter mij aan. Jongens, hij zit achter mij aan. Alsjeblieft, iemand, doe iets. Please, ik ben aardig. Ik ben niet gemeen. Hoe doet het? Wat gebeurt er? Moeten we hem inmaken? Nee, dat werkt niet. Nee, laten we inderdaad gewoon rennen. Kunnen we... Waarom is de deur ineens dicht? Wie heeft dat gedaan? We zijn als enige over, dat meen je niet. Hoezo? Waarom? Wie? Wat? Waar? Oh, ik ga hierachter staan. Oh, dat helpt niet. Oh, man. Oké, we gaan op deze manier letterlijk af. Ik moet echt heel snel zijn. Oh, hier is nog een speler. Oké, ik ga mezelf hier inderdaad ook verstoppen in de hoek. Oh. Oké, maar volgens mij is het monster weer verdwenen. Of tenminste... Ik was te snel met oordelen. Waarom staat hij stil? Oh. Wat was dat voor geluid? Ik zei dat jullie naar bed moesten. Ja, maar Riley. Monster. Riley, dankjewel dat je hier bent, zegt Tom. We zagen een monster. Ze gaat ons niet geloven, of wel? Serieus? Dat is jullie smoesje? Dat is geen smoesje. Nee, echt. Oh, alsjeblieft. Nu snel naar bed. Anders morgen geen speeltijd. Er was een monster. Oké, weet je, prima. We gaan maar weer gewoon slapen. Kom naar beneden, jongens. Tijd voor het ontbijt, zegt Riley. Ah, ik weet het niet met die Riley. Nogmaals, ze was aardig, maar als het dan op een monster aankomt, doet ze ineens raar. Wat is het ontbijt? Of mogen we dat ook weer kiezen? Wat willen jullie graag eten? Ik ga dan voor... Nee, wafels? Ja, ik ga voor wafels. Laat in de comments weten. Pannenkoeken of wafels? Wat heb jij het liefste voor ontbijt? Eet jullie wafel op en dan gaan we spelen. Nou, dankjewel, Riley. Oké, welk spel gaan we nu spelen? Het heet Verstoppertje. Ik bedoel, dat is een leuk spel. Maar niet wanneer er net een monster achter je aan heeft gezeten. Dan is dat het laatste spel wat je wil spelen. Klaar voor? Go! Ik ga niet bij haar in de buurt blijven als we weg kunnen. En ik ben cool, dus ik loop over de leuning. Oh, dat is een stom idee. Waar zal ik mij verstoppen? Ik wil graag ergens achter zitten eigenlijk. Laten we het hier doen, dan hebben we echt een hoekje. Wow, kijk! Ik heb een sleutel op de grond gevonden, zeggen wij. Een sleutel? Oeh, dat is de sleutel voor de kelder. Ik wil eigenlijk wel weten wat er in de kelder zit. En ik kan niet de enige zijn. Dus, laten we er naartoe gaan. Oké, de kelder. 3, 2, 1. Oh, let's go! Dat is de perfecte plek om ons te verstoppen. Daar vindt ze ons nooit. We gaan dit potje verstoppertje zo hard winnen. Een kluis? Een kluis in de kelder? Kunnen we dat openen? Wow.
Wow, dit is een enge plek. Nou, dat valt toch wel mee. Ik bedoel, het is wel mysterieus. Ik denk dat we hier niet mogen zijn, zegt een van de spelers. Ja, dat denk ik ook. Maar boeien. We willen weten wat erachter zit. Wow, achter de deur zit een super mistige gang. Zullen we kijken wat het is? Waar het naar leidt? Wacht eens even. Dat is het monster wat we eerder zagen. En hij zit in een soort van testbuis. Alsof iemand dit monster heeft gemaakt en hem op ons heeft afgestuurd. En de enige in dit huis is Riley. Ja, nee, Riley is onze babysitter. Die zou zoiets nooit doen. Toch? Oh man, ik vind het maar wel eng. Het ziet er letterlijk uit als een soort van experiment. Ik bedoel, we kunnen nu letterlijk bij het monster staan zonder dat er wat gebeurt. We moeten het Riley vertellen, zegt Tom. Ja, je hebt gelijk. Laten we het tegen Riley zeggen. Die zal dit vast wel niet weten. Wat? Oh man, wat is dit? We zijn zo te zien niet de eerste die hier naar beneden zijn gevallen. We moeten proberen hier weg te komen, zegt Tom. Ja, dat vind ik slim. Maar hoe? Kijk, er is een tunnel. Tom, ik ben er al doorheen gelopen. Je bent een beetje langzaam vandaag. Alleen er staan inderdaad wel borden die aangeven dat het er gevaarlijk is. Kijk maar. Maar we hebben geen keuze. We kunnen daar moeilijk blijven wachten, toch? Oh nee, de deur gaat dicht. En de skeletten komen tot leven. Jongens, geef niet op. Oké, Tom, je hebt gelijk. We zijn zo ver gekomen. We moeten ervoor gaan. Aanvallen! Oh dude, ze zijn zo sterk. Oké, volgens mij heb ik één. Ja, ik heb één. Oeh, we hebben het gewoon gehaald. Ik wist dat jullie het konden. Dat kun jij makkelijk zeggen, Tom. Jij stond daar alleen maar. Oké, maar wacht. Nu moeten we waarschijnlijk door deze planken heen. Wacht, misschien dat als we met z'n allen mappen dat het wel lukt. Oh, yes, yes. Het is ons gelukt. Oh, nee. En dat allemaal voor een lavaparcours? De lava komt omhoog. Jullie moeten snel zijn. Oké, dus we moeten dit parcours niet alleen halen. Maar we moeten ook super goed uitkijken voor de lava die ondertussen omhoog. Ik zag iemand vallen. Ik zag letterlijk iemand vallen. Oké, misschien is dit een goed moment om niet naar de andere spelers te kijken. Maar in ieder geval zelf. Ik zag weer iemand vallen. Dus als ik het goed begrijp, zijn wij nu de laatste die over zijn. Oh, dude. Als we het nu niet halen, hebben we echt een probleem. En het laatste stukje. Oh, man. We zijn de enige speler die het hebben gehaald. Kijk, we kunnen ontsnappen via die ladder. Tom, iedereen is in de lava gevallen. Oké, we zijn ontsnapt. Waar zijn we nu? Hey, dat is Riley. Riley, hier. Je moet ons helpen. Wacht even, waarom staat ze daar? Kinderen, zijn jullie dat? Ja, Riley, je moest op ons passen. Ik was overal aan het kijken voor jullie. Ja, maar waarom sta je daar? Tom zegt, we hebben een eng monster gevonden in een lab. Waarop Riley antwoordt. Dus jullie hebben alles gezien, hè? Alles? Hoe bedoel je? Dit was mijn geheim. En jullie hadden het niet mogen zien. Ik wist het. Riley weet van het monster, heeft het monster misschien wel gemaakt. En nu betekent dat... dat ik jullie moet verwoesten. Serieus, kunnen we niet gewoon picknicken of zo? Dat vind ik ook wel leuk. Maar hoe wil je dat doen dan? Oh man, we moeten snel ontsnappen. En met snel bedoel ik nu. Oké, daar gaan we. Tom is afgegaan. Oh, maar wij moeten er snel vandoor. Nu zijn we letterlijk de enige die over is. Oké, naar beneden, waar zijn we? Wow, wat is dit? Dit lijkt wel een soort van de beveiligingskamer, waar alles wordt geactiveerd en aangestuurd. Misschien kunnen we op een aantal knoppen klikken, staat er. Oké, een aantal knoppen. Ik druk erop los. Maar welke knop moet ik... Uh-oh. Wat heb ik gedaan? Ik heb op de verkeerde knop gedrukt. Zelfvernietiging geactiveerd. Dat klinkt niet goed. Oké, we hebben een deur kunnen openen nog snel. Oké, snel. We gaan er vandoor. Waar gaan we? Dat is Riley. Riley, luister. Je denkt toch niet dat je hiermee wegkomt? Waar denken jullie naartoe te gaan? Sorry jongens, jullie kunnen niet weg. Dan moeten jullie eerst langs mij heen. Oh nee, wat betekent dat? We moeten haar proberen te verslaan. Hoe gaan we dat nou weer doen? Oké, misschien heb ik wel een plan. Ik heb toevallig een soort van regenboogzwaard gezien in dit spel. Weet je wat? Laten we die halen. Hopelijk krijg ik hem. Ja, ik heb hem. Come on! Oké, hiermee moeten we haar kunnen inmaken. Nog steeds gaat het super langzaam. Oh nee, en ondertussen moeten we super goed uitkijken voor al haar vallen. Snel. En de vloer is weer van lava. Maar wanneer de lava verdwijnt, kunnen we haar weer aanvallen. We zijn letterlijk de enige versus deze babysitter. Maar we geven niet op. Beetje bij beetje gaan we ervoor zorgen dat we Riley verwoesten. Oké, kom op. Nog maar een klein stukje. En nog steeds goed oppassen voor al haar gemene vallen. En natuurlijk de lava. Come on. Waarschijnlijk nog maar één keer. 5, 4, 3, 2, 1... Zegt Riley. No way. Oké, jongens, jullie hebben me verslagen. Yes, we hebben er. Het spijt me dat ik dit heb gedaan. Het spijt je? Ik denk dat we je hier achterlaten, zeggen wij. Ik weet het, jongens, het spijt me. Maar alsjeblieft, laat me hier niet achter. Dat verdien ik niet. Dat verdien je niet. Je hebt een monster op ons afgestuurd. We kunnen twee dingen doen. We kunnen haar redden of we kunnen haar hier achterlaten. Oké, luister, normaal zou ik zeggen redden. Maar ik heb dit soort games nu te vaak gespeeld. En het loopt zeg maar altijd zo af dat als we kiezen voor redden, dat wij dan alsnog afgaan. Dus het spijt me, Riley. Maar jij blijft hier. Oh.
snap. We hebben Riley verslagen. En inderdaad, we hebben het goede einde gehaald. Yes, we hebben gewonnen. Ik ben hier om regels te overtreden. En voor de eerste regel ga ik de supermarkt in. En nee, ik ben hier niet om boodschappen te doen. Ik ben hier om te slapen. Oh my gosh. Ja, het is niet toegestaan om in de supermarkt te slapen. Maar wel heel handig. Want als ik nu wakker word, kan ik letterlijk een chipje eten. En weer lekker gaan liggen. Dat was de eerste regel. En nu ik hier toch ben, regel nummer 2. Een karretje meenemen en niet meer terugbrengen. Oh man. En de volgende regel kan niet altijd. Het is namelijk jezelf verstoppen in de kerstboom. En niet alleen dat. Ik ben er letterlijk aan het slapen. Een dutje in de kerstboom. Voor de volgende regel moet ik bij de kapper zijn. Het klinkt misschien raar, maar let op. Ik heb een nieuw kapsel. En dit kapsel is niet toegestaan. Het hangt namelijk bijna helemaal voor je ogen. Waardoor je bijna niks kan zien. En dat is gevaarlijk. Wauw, ik ben moe van al die regels overtreden. Maar we zijn nog niet klaar. Ik stap namelijk mijn auto in. En terwijl iedereen slaapt... Oh man... Het spijt me, jongens. Ik wil jullie niet wakker maken, maar ik overtreed gewoon de regels. En de volgende. Daarvoor heb ik deze fiets nodig. Ik ga ermee naar de autowasserette. Een plek waar je je auto wast. En een van de regels is dan ook dat je er alleen met een auto in mag. En ik zit op de fiets. Oh nee, ik ben nat. Shampoo in mijn oog. Oké, deze regel vond ik niet zo leuk om te overtreden. En voor de volgende regel die ik overtreed, ben ik een pizzabezorger. En ga ik met mijn pizza naar de persoon die dat heeft besteld. Alleen niet om het af te leveren. Oh, dit is echt beschamend. Deze dude heeft namelijk de pizza besteld. En ik eet het voor zijn neus op. Hij gaat ook gewoon weg. Ik zorg ervoor dat je ontslagen wordt. En hij gaat er vandoor. Hey, ik moet zeggen, het is lekkere pizza. Goed gekozen. En diezelfde dude die er nu vandoor gaat, rijdt met zijn auto de garage in. En dat is een mooi moment voor ons. Om stiekem bij hem naar binnen te gaan. Nog een regel is namelijk dat je nooit de cadeautjes van iemand mag stelen. Een telefoon. En nu we hier toch zijn, nog een regel. Je mag nooit een feestje houden op de wc. Voor de volgende regel die ik ga overtreden, moeten we naar de Brookhaven school. En daarna naar de Brookhaven cafetaria. Dan nemen we een drankje mee, zakje met chips. Een hele duidelijke regel in de school is namelijk dat je absoluut niet mag eten in het klaslokaal. Ik ben zo blij dat er geen leraar is. Nog een regel. Je mag nooit naar het kantoor van de directeur wanneer de directeur er niet is. Want als je dat namelijk doet, even kijken. Ik heb het. Dan kan je stiekem de toetsantwoorden lezen. 4A. Ik ga een 10 halen. Maar we gaan snel weg. Want voor de volgende regel moet ik naar het postkantoor. Eerst even omkleden. Ik ga hier namelijk naartoe om te doen alsof ik hier werk. Terwijl ik eigenlijk, even kijken, wat zit hierin? Stiekem een brief ga lezen. Volgens mij is dit een liefdesbrief. Ik hou zoveel van je. Het liefst zie ik je elke dag. Je glimlach, je karakter, je sla, je tomaat, je knapperigheid, met knoflooksaus of met chili. Jij bent mijn liefste taco. Hé, hey, dat is mijn brief. Stop ermee. Sorry, Bob. Voor de volgende regel moet ik hier bij het Brookhaven ziekenhuis zijn. Er is namelijk iets wat je absoluut niet mag doen. En dat is doen alsof je een dokter bent. Dat zou namelijk nog wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Hé, hey, wat is dat? Dat ziet er creepy uit. Auw. Oh nee, dit was geen verstandig idee. Ik had deze regel niet moeten overtreden. En het is alweer nacht. Ik heb de hele dag de regels overtreden. Maar klaar zijn we nog niet. Maar laat in de reacties weten. Moet ik ook eens een keer Brookhaven spelen en alle regels volgen? Dat lijkt me eigenlijk ook best wel lastig. No way. De slee van de kerstman. Oké, als er iets is wat niet mag, dan is het de slee van de kerstman stelen. Ho, ho, ho. Oh my gosh. Toen ik van plan was deze video te maken, dacht ik niet in de slee van de kerstman te gaan zitten. Maar dit is wel het perfecte moment voor het volgende. Pommetje! Zwemmen in een zwembad, wat niet van mij is. En over een zwembad gesproken, Brookhaven heeft zelf ook een zwembad. Met één regel. Je mag absoluut niet eten in het zwembad. Oh, de volgende mensen die hier zwemmen zitten tussen de tomaat, kaas en sla. En taco? Nee, Bob. Dit is een burger. Er zijn ook andere dingen die je kunt eten in plaats van taco's. Maar klaar ben ik nog steeds niet. Ik ben een beetje zenuwachtig. Voor de volgende regel gaan we naar het vliegveld van Brookhaven. Er is namelijk iets wat je absoluut niet mag doen. Het vliegtuig is er. Wanneer je in het Brookhaven vliegtuig zit. En dat is... naar beneden skydiven zonder parachute. Oh. Ik heb wel een parachute. Om eerlijk te zijn... daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Gelukkig heb ik deze regel niet overtreden. Voor de volgende regel gaan we naar het Brookhaven Hotel. Dat is er maar één, namelijk hier. Oké, even inchecken. Perfect. Er is namelijk iets wat je absoluut niet in het hotel mag doen. Namelijk op het bed springen. Oh, dit is zo leuk. Ik vraag me af waarom dit niet is toegestaan. Oké, ik ga uitchecken. Oh ja, de volgende regel. Je mag absoluut niet meer dan 3 blikjes met cola achter elkaar drinken. Oké, dit is blikje nummer 2, blikje nummer 3 en blikje nummer 4. Dude, ik vraag me af waarom dit niet is toegestaan. Ik bedoel, het is toch maar een colaatje.
Ik voel me niet zo lekker. Ja, het is wel duidelijk dat sommige regels er ook zijn om ons juist te helpen. Maar geen tijd om me niet lekker te voelen. Er zijn meer regels te overtreden. Wacht eens even. Dit is de echte kerstman. Oh man, zou die weten dat ik zijn slee heb meegenomen? Waarschijnlijk niet. Ho ho, wacht eens even. Ja? Heb jij mijn slee gestolen vannacht? Oké, sorry, ik zal het niet meer doen. Omdat je eerlijk bent, krijg je een cadeau. Wauw, een cadeau van de kerstman. Wat kan daarin zitten? Serieus. Een stofzuiger. Ben ik nou serieus aan het stofzuigen in de sneeuw? Oké, eigenlijk, het is wel terecht. Ik heb zoveel regels overtreden. Ik had ook niet kunnen verwachten dat ik een mooi cadeau kreeg. De volgende regel die we overtreden heeft te maken met de brandweerkazerne. Namelijk een brand blussen. Terwijl er geen brand is. Eigenlijk best wel logisch, toch, dat dat niet de bedoeling is. Maar we zijn nog steeds niet klaar. Heb jij de kerstman gezien? Ja, ik heb de kerstman gezien. Die was in de buurt van het zwembad. Ik heb de jongen gevonden die zijn slee heeft gestolen. Oké, je hebt gelijk. Ik moet er vandoor. Ja, die slee stelen, dat was het minst handige van allemaal. Gelukkig ben ik hier veilig, dus ik zet de open haard aan en... Oh! Wat doe je hier? Jij hebt de slee gestolen. Dat was ik niet, oké? Dat was iemand die op mij leek. Tenminste... soort van. Om de volgende regel te overtreden moet ik hier in deze kledingzaak zijn. Ik heb namelijk wat nieuwe kleding uitgekozen, maar ik reken niet af. Wacht even. Dat is het alarm. Oh nee! Sorry agent, het spijt me. Oké, ik ga al. Ik zal het echt niet nog een keer doen. Oké. Nou, de agent die heeft me hier... Wacht eens even. Er is een wc. Vers uit het riool. Ontsnappen uit de gevangenis. Ja, dat is ook tegen de regels in. En nu we hier toch zijn. Dit is een mooie politieauto. Ik vind de regels overtreden stiekem wel een beetje leuk. Maar nu ben ik extra benieuwd. De regels volgen is volgens mij heel lastig. Je moet rekening houden met de verkeersregels. Dus bijvoorbeeld een duik nemen in het zwembad. Dat mag niet op deze manier. Oh nee, daar hebben we de politie weer. En hij is boos. Nee, rustig, het spijt me. Oh, hij ziet zijn auto hier liggen. Weet je wel hoe duur die was? Ik weet het niet en ik wil het niet weten. Oké, ik moet mezelf vermommen. En ik ga dus weer een regel verbreken. Namelijk doen alsof ik een baby ben. Koochie-gaga. Ik was het niet. Een baby kan geen auto stelen. Oh, deze dag was geniaal. En dat brengt me gelijk bij de volgende regel. Een baby mag namelijk niet auto rijden. Ik ben de snelste baby ter wereld. Ik ben Groen uit Rainbow Friends. En wij moeten iedere keer het juiste pad kiezen. Nou, je begint met maar één keuze, dus die is sowieso goed. Maar het wordt steeds... een stukje lastiger. Kijk, nu bijvoorbeeld val ik al naar beneden. Maar het voordeel is, je werkt wel met een soort van checkpoints. Dus op zich moet het op een gegeven moment gewoon goed gaan. Oké, rood, oranje of geel? Ik denk dat geel juist is. Ik denk dat oranje juist is. Oké, nice. En van oranje gaan we dan wel naar geel? Nope. Weet je wat ik gewoon moet doen? Ik moet andere spelers eerst laten gaan. Oké, oranje, dat is goed. Maar wat is de volgende? Niet voor geel gaan. Het is rood. Oké, volgens mij heeft dit meisje dit al vaker gespeeld. Ja, volgens mij wel. Oké, dat is een voordeel. Als je iemand voor je hebt lopen die het snapt. Of iemand die gewoon geluk heeft, zoals deze doet voor mij. Oké, dus het is groen. Dan is het oranje. We hebben dus nu al de keuze uit 4 verschillende paden. Maar na dit level kunnen we er al uit 5 kiezen. Waarom weet hij exact waar hij overheen moet? Wacht even, wat gebeurt hier? Hij heeft ook iets heel raars op zijn rug. Alsof hij echt letterlijk weet waar hij naartoe moet. Wat gebeurt hier? Zoveel geluk kun je niet hebben. Dat is echt... Hij viel. Maar hij viel niet omdat dit de foute keuze was, maar gewoon omdat hij even fout liep. Wat gebeurt hier? Oké, ik wacht op die dude, want hij weet alles. Denken jullie dat hij vals speelt? Laat het in de comments weten. Ik bedoel, ik ben een van de grootste valsspelers in Roblox, dus ik ben de laatste die commentaar mag hebben. Maar ik vraag me gewoon af hoe hij dit doet. Oké, weet je wat? Laten we hem nog één kans geven. Wat gaat hij nu doen? Hij weet nu als het goed is... Hij valt weer. Als ik nu een random keuze zou moeten maken... Oh... Dan doe ik dat niet, want dan kijk ik gewoon voor me. Is het weer groen, weet je het zeker? Nee! Oké, eerst is het groen. Oké, die dude is weer terug. Ik heb zo'n idee dat hij een spiekbriefje erbij heeft of zo. Ja, dit kan toch niet? Hoe weet hij dit? Ik hoef geen eens vals te spelen, want iemand anders doet het voor mij. Oh my gosh. De bedoeling is dat we zometeen ook als de andere Rainbow Friends gaan spelen. Dat betekent blauw, oranje en waarschijnlijk paars. Maar dit is echt heel bizar. Ik bedoel, je moet je voorstellen, we zitten nu al bij 1, 2, 3... Ik ga het niet eens tellen, want dan loop ik hem mis. Maar we zitten volgens mij al bij... iets van 8 paden in totaal. En op een of andere manier weet hij steeds welk pad juist is. Ik bedoel, dat kan bijna niet. Hij weet iets wat wij niet weten. Hij speelt gewoon vals. Wat denken jullie? Is dit gewoon geluk? Volgens mij kan dat niet. Ik denk dat als je een kansberekening zou maken van hoe groot de kans is dat je gewoon continu de juiste keuze maakt, terwijl je uit zoveel paden kan kiezen, dan is de kans echt 0,00000001% of zo. Want dit is bizar. Ik moet alleen wel even een beetje opschieten, want als ik hem kwijtraak, dan kan ik niet meer vals spelen. Ik ben gewoon gratis aan het vals spelen. Ik hoef geen vliegend tapijt te halen. Ik achtervolg gewoon de persoon daar. Oh nee, wat was het nou? Het was rood en dan oranje nam die, toch? Oh nee, ik moet hem echt niet uit mijn ogen verliezen, want dan baal ik zo meteen. Paars en na paars neemt hij licht.
lichtblauw. Wacht even op mij! Ik hoop dat hij valt, want dan zitten we weer een beetje gelijk. Oké, wacht, lichtblauw. En dan was die groen dan die, toch? En dan weer lichtblauw. Oh nee, ik heb hem uit het oog verloren. Nee! Oh nee, ik ben hem kwijt. Maar toch, dat geeft mij de gelegenheid om te kijken of dit ook werkt. Oh my gosh, dat meen je niet. Dat is zo flauw. Deze dude hier moet letterlijk kiezen. Terwijl wij... Ik bedoel, het voelt niet per se goed, maar god blam. Maar nu vraag ik me nog steeds af hoe hij dat heeft gedaan. Ik heb een blauwe hoed terwijl ik groen ben. En over blauw gesproken, dat is wie wij zijn. Nou, eerst kunnen we maar één keuze maken. Dus die is sowieso juist rood of blauw. Wij zijn blauw, dus dat is goed. Rood of blauw. Wij zijn blauw, dus... Dat is niet goed. Oké, dus het is nu rood. En dan kunnen we kiezen als rood, blauw en geel. Er is wel een gele Rainbow Friend. Ah, kijk, hier staat hoe groot de kans is dat het je lukt. En dat is nu 33%. Dus de kans is groter dat het niet lukt. Oké, volgens mij is het weer blauw. Nee, het is dus nu weer rood. En waarschijnlijk is de kans dus zometeen 25% dat het gaat lukken. Ik zie zoveel dingen die ik zou kunnen halen in dit level. Of in dit spel. Wat het mij waarschijnlijk een heel stuk makkelijker maakt. Ook al ga ik het zometeen wel doen. Oké, ik heb nu een Gravity Coil. Maar de vraag is, werkt dat? Nee! Oh, maar dan heb je er dus echt niks aan. Als ik er nou echt overheen kon springen. Twee! Dit is een zogeheten grappling hook. Maar de vraag is, werkt deze dan wel? Oh, snap. En dan? En dan? Nee! Drie! Ik blijf nadenken. Oké, dus eerst hadden we deze. Dat was niet goed genoeg. Maar nu hebben we een dubbele. Oh, snap. No way. Oh my gosh. Oké, ik moet zeggen, ik weet dat het leuker is om te winnen als je het op een eerlijke manier doet. Maar we zitten er niet op te wachten dat ik dit spel een uur lang speel. Alleen maar naar beneden val. De hele tijd aan het wachten ben. Ik wil gewoon kijken, hoe kan ik het beste valspelen? Dat is eigenlijk een soort van de bedoeling van deze video. Het is een soort van talentenshow. Alleen in plaats van talenten zijn het valsspeeltactieken die we zoeken. En de beste die wint. Of zo. Wat hebben we eigenlijk nog meer? Een jetpack. Oh nee, wacht. Vier. Oh, dude, er is daar een gouden trofee en die moet ik hebben. Oké, werkt dit? Oh my gosh, ben je serieus? Volgens mij gaan we dat halen. Oké, wacht, ik ga expres een beetje de lucht in. Dan kan ik het mooi van bovenaf zien. Maar de kans dat je hier in één keer de juiste keuze maakt is zo mega klein. En dan weet je, hier ga ik het wel proberen. Oké, de laatste. Oh, pas op het randje. Wat is de juiste? Hoeveel zijn het er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik ben natuurlijk blauw. Dus je zou zeggen... Nee, oké, gelukkig kan ik mezelf een tweede kans geven. Deze blauwe misschien. Oh, nee. Oké, dat is wat ik zeg. Misschien geel? Ook niet. Oké, misschien paars. De Rainbow Friend die we bijna nooit zien. Is het rood? De maker van de Rainbow Friends? Oh, maar dan heb ik ze toch allemaal gehad? Het was groen, natuurlijk. Let's go! 3, 2, 1. We hebben gewonnen! En omdat ik een jetpack heb, kan ik letterlijk in de trofee zitten. Dude, dat is zo gaaf! Ik zou hier eigenlijk gewoon een mini-huisje kunnen maken. Komt hier de keuken. De koelkast zit vol met goud. Maar nu is het aan Oranje om de juiste keuze te maken bij de Squid Game brug. Oké, we gaan eerst naar links. Ik volg dit meisje gewoon. Het ziet er nou dat ze weet wat ze doet. Misschien niet helemaal. Maar we weten dus in ieder geval dat het nu weer links is. Wat? Maar wacht eens even. Er staat hier dat we iedereen kunnen inmaken. Oké, er staat daar een groepje spelers. Dus ik ga het gewoon proberen. Let's go. En... Ja, iedereen is ingemaakt. En er staat er ook dat we in één keer het spel kunnen halen. Dat zijn eigenlijk van die dingen die ik niet graag doe. Omdat, waar slaat het op? Waarom speel je een game als je het in één keer wil halen? Oké, het is volgens mij recht... Ik wil het in één keer halen. Maar ga je me nou echt vertellen dat dit werkt? Dat als ik hierop druk, dat ik dan bij de finish van het spel... In dit spel is er iedere keer één kleur die wij niet mogen aanraken. En we beginnen met grijs. Dus ik mag door deze blauwe bloemen lopen. Ik mag op de roze checkpoint staan. Maar als ik dan op de grijze weg loop, ben ik af. Oké, we gaan voor een nieuwe kleur. In 3, 2, 1... Bruin. Oké, dus we mogen nu wel over het grijze pad. We moeten uitkijken voor de bruine zijkant van de zandbak. We mogen van de glijbaan. Alleen als we dan op de schommel willen zitten... Wacht, de schommel is toch bruin? Of misschien alleen de zij... Oh, oké. Laat in de comments weten, wat is jouw lievelingskleur? En zou het jou lukken om die een dag lang niet aan te raken? Oké, ik wil eigenlijk een duik nemen in het water. Maar volgens mij wordt dit gezien als bruin, dus... Oh, ik dacht dat grijs niet aanraken erg was. Maar dit is nog erger. Ik bedoel, als ik door dit raam wil, dan ben ik af. Er staat dat we iedereen kunnen inmaken. Omdat het dan regenbogen gaat regenen. Oké, zullen we dat gewoon proberen? Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Oh my gosh, dat meen je niet. Gaat dat nu vallen op de map? Oh! Doe! We hebben letterlijk
iedereen ingemaakt zojuist. Dus iedereen is opnieuw gespand hier. Wij mogen wit niet aanraken. Hé, dat is op zich handig. Dat betekent dat we dus nu wel gewoon... Ah, super chill. Dat betekent dat we op deze stoel kunnen liggen. En we kunnen zelfs deze obby spelen. Alleen, we moeten heel goed oppassen voor regenboog. Want dat wordt namelijk gezien als alle kleuren in één. En let's go. Wat is er bovenaan die trap? Wacht, dit is mijn moment. Normaal zou ik die regenboogtrap nooit kunnen oplopen. Omdat je waarschijnlijk rood als kleur hebt. Oranje, paars, geel of groen. Maar wij hebben nu wit en dat zit hier niet tussen. Oh, we hebben zoveel geluk. We moeten er gebruik van maken. Want waarschijnlijk als we zometeen een nieuwe kleur krijgen die we niet mogen aanraken. Is het een van de kleuren zoals geel, groen, blauw of paars. Oh man, we gaan snel naar boven toe. Het is dus de bedoeling dat je badges verzamelt. We hebben er net al één gekregen toen we die obby haalden. En in 3, 2, 1, kablam! Oké, nu gaan we naar beneden toe. Plons. Maar wacht even. Dit mag ik dan zeker niet aanraken. Dit spel weet wat hij doet. Oké, ik weet waar ik naartoe wil. Ik moet uitkijken voor deze witte lijntjes op de weg. Oh, ik ga het mezelf extra lastig maken. Oh, dude, dit is zo creepy. Wat nu? Oh, nee. Oké, wacht, er moet een manier zijn. Ik ga gewoon voor een nieuwe kleur en dat is blauw. Dus nu mag ik hier wel lopen. Oh, gelukkig. Oké, we gaan even kijken wat er in dit huisje is. Speelgoed. Ik wil de draak hebben. Mag dat? Ja, ik heb de draak. En we kunnen dus nu wel de iglo in. Er is niks. Oh man. Heb ik daarvoor een nieuwe kleur gekozen om gewoon niks te krijgen? Maar ik mag blauw dus niet aanraken. Oké, dit is de moeilijkste obby van allemaal. En ik heb geen idee waarom. Dus er is maar één manier om daarachter te komen, denk ik. Ik bedoel, het is een soort van lastig tot nu toe. Maar niet super, super lastig. Oké, voorzichtig. Oh, nee. Oké. Oh, ik had dit net moeten doen toen we wit hadden. Oké, geen probleem. Geen probleem. Kablam! En nu hebben we dus de badge. Maar als ik dit nu aanraak, zijn we af. Oké, we gaan weer voor een nieuwe kleur in 3, 2, 1. We hebben weer wit. Oeh, wacht even. Er is daar verderop een VIP. Wat gebeurt er dan als ik hier naar binnen ga? Oh, 400 Robux? Maar volgens mij was er helemaal niks naar binnen. Letterlijk alleen een bank. Oké, ik ga iets heel spannends doen. Ik ga proberen om deze race te halen. Maar als ik één van de witte lijnen aanraak, ben ik dus gelijk af. Want wit mogen we niet aanraken. Op zich is dat denk ik makkelijker dan dat je rood niet mag aanraken. Want als je dan tegen deze paaltjes aankwam, zou je af zijn. En wij kunnen er nu gewoon letterlijk overheen klimmen. Oké, bijna daar. Bijna daar. Let's go! Alleen als ik dan de finishlijn aanraak, ben ik af. Oeh, we kunnen hier trails kiezen. We hebben goud, middernacht, vuur, water en helemaal aan het einde de duurste regenboog. Die moet ik hebben. Zouden we mensen dan af kunnen laten gaan wanneer ze tegen onze trail aanlopen? Oké, daar gaan we. Mijn trail werkt dat werkt niet. Oké. Dat zou eigenlijk best wel grappig zijn geweest. Kunnen we niet iets vasthouden of zo? Het zou toch super grappig zijn als je gewoon zo'n rode bloem kunt pakken. En dat je dan tegen iemand aanhoudt wiens zijn kleur dan rood is. Oké, we gaan weer voor een nieuwe kleur. 3, 2, 1. Rood. Oké, wacht even. We moeten er natuurlijk wel zeker van zijn dat het werkt. Het werkt. Oh, no way. Maar rood is niet zo erg op zich. We kunnen nog steeds overal overheen. We kunnen zelfs het huisje binnen. We kunnen zelfs bovenop deze steen gaan staan. Alleen zoals ik net al zei, als we dan tegen deze poortjes aankomen, zijn we af. Dit was geinig. Tijd voor een ander spel. Dit is de bakker. Alleen wanneer wij er aankomen, zien we dat hij dicht is. Maar net wanneer we willen vertrekken, gaat de deur open. Dus weet je wat? We nemen toch maar een kijkje. Wacht eens even, wat hebben we hier? We hebben een to-doen lijstje. Brood eten. Oké. Dan hebben we een soort van ID-kaart. En dan hebben we een beetje geld. Maar wat is dan precies de bedoeling? Oh nee, we zitten opgesloten. Laat in de comments weten. Als jij twee Rainbow Friends, of bijvoorbeeld een Poppy Playtime karakter en een Rainbow Friend, zou kunnen samenvoegen, voor welke zou jij dan kiezen? Ik was eigenlijk wel benieuwd geweest naar PJ en paars. PJ is namelijk al een soort van paars. En paars is paars. Oké, we gaan hier doorheen. Oh dude, ik heb geen idee of het wel handig is dat we hier zijn. En waarom heeft deze bakker een lavakelder? Wacht even, is dat een taart? Er zit een knop op de taart. Kom hier jij. Oh nice, hiermee hebben wij de brug naar beneden gehaald. En volgens mij zie ik hier een soort van TNT. En dat betekent 5, 4, 3, 2, 1. Dat was leuk. Oh. Hallo? Oké, dat is best wel creepy. Er staat gewoon een andere speler te wachten alsof er niks aan de hand is. Weer wat geleerd. We moeten oppassen voor... Oeh. Nee, de deegroller. Oké, nu kunnen we als het goed is gewoon verder gaan. Dan valt er weer een uit de lucht en we kunnen er langs. Oh, dat verse brood. Was er maar een Rainbow Friend gemaakt van brood. Dat zou best wel handig zijn. Ik weet niet wat hij deed met zijn hoofd, maar ik vond dat best wel eng. Bakker, zou je misschien een Rainbow Friend taart voor me willen maken? Oh, snap. Oh, snap. Oh, snap. Oh, snap. Oh, dat ging op het nippertje. Oké, we moeten goed uitkijken voor al deze deegzakken en koekjes.
Oké, sorry. En we hebben hier een soort van koekjeszagen of zo. Oeh. Oké, dan gaan we door de deur heen. Dan hebben we hier denk ik het glazuur. Ik vind het wel super gaaf om te zien wat sommige mensen allemaal wel niet kunnen maken. Ik heb zoveel gave Poppy Playtime taarten gezien. En zelfs Rainbow Friends taarten. Kunnen we hier naar binnen? Oeh, we hebben hier een sleutel. Ah, wacht. Die hebben we waarschijnlijk nodig om het kantoor in te kunnen van de bakker. En dus eerst de lasers uit te zetten. 3, 2, 1. Dit is niet het kantoor. Ik bedoel, als dit je kantoor is, dan heb ik medelijden met je. Ik bedoel, dit ziet er niet zo heel veilig uit. Maar we hebben hier een gereedschapskistje. En daar zit dan weer een sleutel in. Ah, wacht. En met deze sleutel kunnen we de deur hier openen. 3, 2, 1. En sesam openen. Oké, wacht even. Oh, er is hier iemand afgegaan. Ik wou net zeggen, ik ben serieus een beetje zenuwachtig. En dat is terecht. Oké, dus we moeten uitkijken voor deegrollers. We moeten uitkijken voor lasers. Het is me helemaal duidelijk. Oké, we gaan hier doorheen. Wat hebben we hier? Een oven. Is het wel handig om daarbij... Wacht even. Nee. Oh, de bakker. Hij wil een watermeloentaart van ons maken. Dat zou best wel lekker zijn, denk ik. Serieus, Job, je bent gemaakt van watermeloen en je wilt het opeten. Nee. Oké, we moeten heel snel over deze stenen heen springen, springen, springen. En ik weet niet wat dit zijn, maar volgens mij gaan deze dingen omdraaien. Oké, dus we moeten er rekening mee houden dat deze dingen draaien en dat we dus op dat moment er niet overheen mogen. Snel. Oh, dat ging echt letterlijk op het nippertje goed. Oké, hier neem ik geen risico. Let's go. Wat is dit? Oh, we moeten uitkijken voor al die... Waarom steeds? Als ik zeg dat ik moet uitkijken, doe ik alles behalve uitkijken. Oké, we kunnen hier overheen. We stoppen. We wachten tot het niet meer rood is. We kunnen er overheen. We stoppen. 3, 2, 1. En we gaan ervoor. Oké, nice. Hij heeft 3 broden nodig. Maar we hebben maar 1 brood. Alsjeblieft, doe het. Ah nee, wacht. We kunnen ze 3 broden geven. En dan doet hij zijn hand open. En dan kunnen we op de knop staan. Wat gebeurt er dan? Oh, dat was geen verstandig idee. Maar waar komen we nu dan uit? Oh nee. Ik heb hier een slecht gevoel bij. Volgens mij moeten we gewoon heel goed uitkijken voor alle vallen. Nou ja, niet volgens mij. Zeker weten. Oké, we moeten uitkijken voor de vallende... Is dat een donut? Waarom ligt die daar? Ik ga hem niet opeten, want hij ligt op de grond. Oh, hier ligt er nog één. En hier zijn zelfs mandjes met donuts. Ik begin trek te krijgen. Oké, we moeten goed oppassen, want deze lasers die... Weet je, ik moet het gewoon niet meer zeggen. 5, 4, 3, 2, 1. Bleh. Dat is niet het geluid wat dat maakt, maar toch. Uh-oh. Ik durf hem niet om te draaien. Oh, snapperoni, macaroni. Oké. Weet je, we gaan gewoon zigzaggen tussen de bomen door. Misschien dat hij dan tegen de bomen aanloopt. Hebben we hierna de obby gehaald? Volgens mij wel. Oh, we zijn ver voor hem. 3, 2, 1. Nice! Abonneer voor meer en adios.